middenveld 1. Als Ron, Leo en Hans. Leo, ben je er ook een beetje bij? Ik leg het er wel uit zo. Oké. Dan rouleren. En dan is degene die van het veld gaat. Ja, die dus als even een wedstrijdje rust, die neemt de wedstrijdkaartjes mee. Van beide scheidsrechters. Van beide scheidsrechters. En dan degene die weer komt, die neemt de nieuwe kaartjes mee. Dus dat is een geoliede machine. Ja, dat is vorige week, ik snap het helemaal. Wat een bang hè? Hij als ze maar niet ineens op YouTube te terugvinden. Oh, ja, dat zit erin. Ik vind het wel over de portretrecht dan, hè? Portretrecht. Nou, nu net zo'n foto met hem. Kijk lekker aan. Buik in. Bek de bodem aan. Je moet ook nog iemand hebben die de haar losgeeft. Ja. Dankjewel. Want de keeper bewoog niet heel goed, daar heb je ook op gelet. Dankjewel. En kampioen Dirk, hoe gaat het? Gaat hartstikke goed. Ja? Dat is leuk. Steeds de euforie van het kampioenschap. Ga door! Hou tegen, Erik. We gaan gewoon lekker voetballen. Veel plezier maken. Veel plezier maken, dat is belangrijk. Duidelijk? En wie heeft er gescoord? Al twee keer! Hey, ik ben alle pillen bij, maar ik heb ook al twee keer! Ze hebben ze allemaal gescoord. En die keeper, hoe heet die? Robin, jij bent een broer van Rick, hè? Ja. En Rick is nu eindelijk naar SVC. Hij gaat naar SVC 08. Hij van de Hoeve, daar heb jij voor gezorgd, toch? Ja, hebben wij voor gezorgd dat SVC. Ja, wij twee. Ja? Nou, vertel eens, hoe ging dat? Hoe heb je hem overgehaald? Kijk, hij is op een gegeven moment, toen is hij vanaf gegaan, maar eigenlijk wou hij niet meer op voetbal. Want toen zeiden wij,
Ja, jongen, je bent heel goed in voetbal. En wij zitten bij SV, dus kom ook gezellig naar SV. Ja. Toen zei hij over nadenken. Mm-hmm. En toen zei hij, nee. En toen zei hij, kom naar SV. Toen zei hij, ja, oké, ik ga naar SV. Zo ging het. Maar zo goed is hij ook niet, want ik heb hem nog nooit zien scoren met een omhaal. Ja, maar jij mag niet zien voetballen. Wel een goede voetballer. Ja, hij is wel goed. Hoeven, jij was laatst bij het eerste, hè? Ja. Ja, als pupil, maar hebben ze weer verloren. Wat is dat nou, man? Ik heb nog een pupil van de week niet. Te weinig geluk. Te weinig geluk. En deze jongen? Mij vonden ze wel. Hoe heet jij? Pitty. Pitty. We noemen Pitty. Pitty. Maar ja, ze eerst dat hij spits was, daarna Spitty en toen Pitty. Ja, maar wat is, ben je spits? Ja. Ja? Maar ik speel middenveld, want daar speelt hij super. Iemand. Iemand mag 3 weken niet voetballen en daarom moet ik even... Hij is een superspeler. Hé, hey, maar luister, heb je wel eens een doelpunt gemaakt dan? Huh? Heb je wel eens een doelpunt gemaakt? Ja, maar tuurlijk niet in het middenveld is de kampioen wordt met Zuid, welke? Op de SVC Zuid. Ja, oké. Wij komen op de SVC Zuid. Bert Naring. Ja? Ja, die ken ik. Dat is mijn vader. Een keiharde voetballer, hè? Verdediger, hè? Ja. Maar hij scoort wel eens. Ah, ik niet. Ze noemen hem ook niet Bert. Weet je hoe ze hem noemen? Pecht. Hey, Duno man. Hey, in het midden, kijk je uit. Dat je er niet vanaf kukelt. Oké. Oké, zo. Wil je iets eten? Probeer. Heb je wel genoeg gegeten? Oké, Jos. Nog bedankt voor je kaart. Naar Spanje. Mooie omgeving daar, joh. Misschien wat moeilijker, dus proberen zo hoog mogelijk te leggen. Ik was al lang. Je hebt een stok, je wilt zo lekker water. Zo. Gaat het zo? Weet je dat? Ja.
Dan ben je toch lekker eerst hulp, man. Er zit een bikkel. Ja, ja, een bippel. Ja, maar de moeder heeft ook wel een emotie. Nou, moeder is zijn moeder. Ik ben zijn moeder. Het is zijn moeder. Ik ben zijn moeder. Ja, dat weet ik. Ja, oké, je was echt je toch wel. Nou, we kennen. Nou, maar dat is een heel mooie pop. Ja. Ja? Je moet ook een beker pakken. Ja. Hou hem Heel goed, joh. Ja, dat is het. Ja, we komen er twee tegelijk aan. Ja, we waren met z'n tweeën. We hebben ze in alle kleuren, die jongens. Ja? Ja, een beetje nog. En de auto natuurlijk. Ja. Je werkt goed op de camera, hoor. Prima. Mooi, hè? Je zat daar een dochter. Ik heb een assistente erbij, hè? Ja, en wel een beetje lachen, hè? Ja! Hey. Oké. Okay. En dan? Nou. Ik krijg een bericht op het verzoek van deze DNA-systeem. Dus daar is een paper om te komen dichten. Waarschijnlijk hebben jullie paper vast op bescheid. Heel nodig, maar toch niet minder goed. BVCD E5 eerste. Dan gaan we over naar de E3. Op de Hoe heet hem? Ik Jesse, ik heet Mohamed. Nee, nee, nee.